Goeiedag. Ja, ook vandaag kunnen we terugkijken op een grijze en grauwe dag. Maar in tegenstelling tot dinsdag. ...bleef het daarbij wel op de meeste plaatsen geruime tijd droog. Ik heb goed nieuws voor u, want vanaf vrijdag krijgen we te maken met mooie weer. Er komt meer ruimte voor de zon. Met name dieper landinwaarts gaan er dan ook wat stapelwolken ontstaan. Ja, en deze foto die is genomen door Sion Sassen afgelopen weekend in hoek van holland. Ik laat de foto ook niet voor niks zien, want ja, een donderdag op hemelvaartsdag. Dan wordt het strandseizoen in Hoek van Holland ingeluid. Nou ja, vanaf een vrijdag is het eigenlijk best wel lekker weer. De temperatuur valt misschien wel iets tegen. Maar als de zon nou uitbundig gaat schijnen, dan is het gewoon uitstekend te doen. Ook op onze stranden. Nou, als we kijken naar vanavond en naar vannacht, dan hebben we te maken met nogal wat bewolking. Ja, dan kan er ook af en toe wat regen en motregen gaan vallen. Bij temperaturen van ongeveer een graad of 12. En er staat er bij maar weinig wind. Ja, en dan morgen overdag hemelvaartsdag, de laatste grijze dag voorlopig, met in de ochtend mogelijk nog een beetje lichte regen of motregen. Pas aan het eind van de dag bestaat de kans op een paar opklaringen vanuit het noorden. En het is toch wel wat aan de frisse kant, met temperaturen van zo'n 16. Of 17 graden. En de wind die waait matig. Windkracht 3 of 4. En die komt erbij uit het oosten. Nou vrijdag ziet het er veel beter uit. Wordt een hele mooie dag. Met flinke zonnige perioden. En stapelbewolking. Een temperatuur van een graad of 19. Zaterdag dat lijkt de zonnigste dag te worden. Ook dan een graad of 19. Ja, op het strand zal het steeds een paar graden frisser zijn. De temperatuur van het zeewater op dit moment ja, die bedraagt zo'n graad of 15 voor onze kust. Nou, ook tijdens de Ladies Run de zondag prima weer. Zonnige perioden en stapelwolken. Een graad of 18. Kortom, ja, het lange uh, hemelvaartweekend ziet er gewoon uitstekend uit. Nou, Ten slotte nog deze ja, schattige foto met 14 jonge zwaantjes. Maakt u nou ook de komende dagen zo'n leuke foto van ja, de levende natuur of natuurlijk het weer? Dan kunt u ze insturen naar weerfoto@rijmond.nl. Nou, mocht u een lang weekend hebben, geniet dan van het lange weekend en heel graag dan tot maandag.